Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genesaret, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben wij gezwoegd zonder iets te vangen, maar op uw woord zal ik de netten uitgooien. Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. Waarom dan? Beste broeders en zusters, ook beste kinderen van de catechese, we zien vandaag een bekend tafereel in het evangelie. De wonderbare visvangst. Ik vond het mooi dat ook bij de orthodoxe mis, net voor de onze, ook dit evangelie, het evangelie van de mis was. En we zien dat Jezus aan de oever van het meer staat en de mensen dringen aan om het woord Gods te horen. Dit is ook van alle tijden. Mensen zoeken naar God en zoeken iemand die hen over Jezus kan vertellen, over God. En we kunnen ons zo vragen: proberen we Jezus in deze te helpen, dat mensen over Jezus kunnen horen? En Jezus ziet twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren bezig de netten te spoelen, na een nacht vruchteloos werk. En hij stapt in een van de boten, die van Simon, en vraagt hem de boot los te maken en zo makkelijker te kunnen onderrichten aan het volk. Wat mij hier opvalt is dat Jezus niet, tenminste in deze tekst, niet om toestemming vraagt. Hij stapt in de boot en bovendien zegt hij aan de vissers: nou, laat de boot los en ga iets verder het meer in. Wat zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen als iemand bij iets wat we hebben binnenkomt en begint te zeggen wat hij nodig heeft? We zouden het misschien niet zo makkelijk vinden, maar hier gaat het om Simon. En wat wij van deze tekst kunnen leren is dat ook bij ons is het zo. Dat als God in het leven niet is, als Jezus in ons leven niet is, kunnen bepaalde dingen vruchteloos lijken. Wij spannen ons in om beter te worden, om andere mensen te helpen en het lukt ons niet. En Jezus komt ons leven binnen, soms zonder toestemming te vragen. Maar juist omdat Hij Heer is, Hij is God en Hij kan dat doen wat wij zelf niet zouden doen. Aan de andere kant is Jezus geen dictator. Hij zegt wat Hij wil, maar natuurlijk hangt het af van wat de mensen zeggen. Petrus had nee kunnen zeggen en de andere apostelen misschien ook, maar ze deden het niet.
Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: vaar nu naar het diepe en gooi je netten uit voor de vangst. En Petrus zegt: meester, de hele nacht hebben we gezocht zonder iets te vangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitgooien. Je ziet. Het is alsof Petrus zou denken: Jezus, u bent een heel wijs iemand, dat heb ik ook gemerkt. Maar van vissen weet u heel weinig. En we hebben de hele nacht gezocht, de hele nacht gewerkt en niets gevangen. En iedere visser weet dat als je 's nachts niets kunt vangen, kun je overdag het echt vergeten. Maar Jezus dringt aan, of misschien de manier waarop Jezus keek en ook het gezag dat Jezus had. Petrus merkte iets bijzonders in de ogen van Jezus en hij zei: oké, hier op uw woord zal ik de netten uitgooien. Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Wat een verschil. En soms misschien ook in ons leven. We hebben een hele tijd allerlei inspanningen gedaan om iets te bereiken en het lukt niet. Maar we vertrouwen op de Heer, we bidden echt tot Jezus en ineens zien we dat bepaalde dingen gebeuren. En zelfs moesten ze hun maats in de andere boot vragen om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinken. Ik ben er zeker van dat zo'n visvangst hadden ze zelden meegemaakt. En misschien nooit. Dus dat. Zoveel vissen dat twee boten helemaal vol waren. En Heer, help ons om dit in te zien, dat ook ons leven zonder u niets uithaalt. Het doel van ons leven is het geluk. Het doel van ons leven is het eeuwige leven en de liefde van God. En besef ik dat ik geluk heb gehad om Jezus te kennen? Besef ik dat ik gelukkig ben leerling van Jezus te mogen zijn? En we kunnen ons afvragen, hoe laat ik Jezus in mijn leven? En bijvoorbeeld, hoe laat ik Jezus in het gezin? In de omgang met mijn kinderen, in de omgang met mijn ouders? Zou ons leven niet veel gelukkiger zijn als we meer gericht zouden zijn op de Heer? Dus op je werk, op het delen van het geloof met je collega's. Gisteren moest ik een vrij lange reis maken, denk ik. Binnen een dag tussen naar Zuid-Limburg en terug. Het is ongeveer 460 kilometer op en neer. En meerdere malen zag ik een affiche op de weg. Die zei: nou, als je de Bob bent, zeg het hardop. En nou, dus, iemand die met een groep vrienden gaat, en om zeker te zijn dat je terug naar huis gaat, dus eentje kiest om niets te drinken, om goed te kunnen rijden. En zeg het hardop. Op die manier is het makkelijker. Hè? En je krijgt ook een beetje sociale controle. Nou, je mag niet drinken omdat je ons terug naar huis moet brengen. En misschien zou het ons helpen om zonder hoogmoedigheid van onze kant, hè, maar dat we ook zeggen, nou, ik ben christen, ik probeer leerling van Christus te zijn. Er is een bekende schrijver in ons land, ik zal de naam niet noemen, maar die katholiek is geworden. En die een keertje zei, in een lezing die hij gaf, voor mij is het soms makkelijker te zeggen dat ik katholiek ben, omdat dat is een soort etiket dat je krijgt, ik ben katholiek, dan te zeggen, ik ben christen. Omdat christen zijn betekent dat je werkelijk probeert Christus te volgen. En er zit wel wat in deze opmerking. Aan de andere kant zie je hier wat ook het geval van Petrus is. We kunnen misschien denken, maar ik ben niet beter dan de anderen. En ik ben een zondig mens. Hier hebben we het vandaag gehoord. Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die zij gedaan hadden. En zo ging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten.
Dus ze hebben het moeilijk. En het is te beseffen, nou, ik ben een zondig mens. Maar wat mooi is hier is dat eerst komt Jezus hun leven binnen. En zo is ook met ons. Het belangrijkste in ons leven is Jezus Christus. Het zou niet goed zijn dat we denken, nou, ik ben zo zondig. Nee, maar dat zijn we wel. Je ziet het ook in het leven van de heiligen. Ze zijn overtuigd dat, dat ze zondig zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Padre Pio, dus moeder Teresa, José María Escriva. Dus die waren overtuigd dat ze zondig waren. En ze waren dood en dood eerlijk en heel heilig. Maar zie je hier de juiste volgorde. Jezus komt eerst in ons leven binnen. En dankzij zijn genade, door het licht, soms wanneer je ook auto rijdt, als de zon achter je is, lijkt het scherm voor je, dus het glas, helemaal schoon. Maar als je soms in de richting van de zon gaat, dan zie je dat er veel meer vlekken zijn dan je dacht. Zo gebeurt ook in ons leven. Wanneer wij naar Jezus toe gaan, zien we misschien onze zondigheid beter. Heer, wilt u ons heiligen? En denkt u niet dat Jezus in staat is ook het wonder van onze heiligheid te maken? Hij die in staat was de wonderbare visvangst te verwezenlijken, is in staat ook ieder van ons beter te maken. Vandaag in het gebed na het Gloria hebben we het volgende gebeden. En ik denk dat het een zeer goede samenvatting is van wat we aan de Heer vragen. God, allen die uw nabijheid ervaren, getuigen dat gij heilig zijt en dat de aarde vol is van uw glorie. Bidden we voor alle mensen die zich aan God hebben gegeven. Afgelopen 2 februari, het is Maria Lichtmis, was de dag van het toegewijde leven. En ieder van ons is ook gewijd aan de Heer, door ons doopsel en door ons vormsel. We hebben, bij wijze van spreken, een merkteken ontvangen. Het is Jezus Christus die zegt, gij zijt van mij, en ik zal je beschermen, maar ook moet jij je best doen. We bidden dat zij die door God, die door u geroepen zijn, zegt dat gebed verder. Om dag en nacht te zoeken voor uw naam, blijven vertrouwen op uw woord en de vreugde ervaren uw leerlingen te zijn. A few words in English. We see how Jesus comes in the life of the apostles. At that time they were not yet apostles. He hasn't chosen them yet. He goes into the boat of Peter, and after the whole night they couldn't catch anything, and against any expectation, when Jesus says throw the nets out again, they catch the largest amount they probably caught in their lives. And then Peter realizes that he is a sinner. Let's ask the Lord that he helps us to accept his coming into our lives. And even if we realize that we are really sinners, that we ask the Lord forgiveness for our sins, that we want to dedicate our life to him. And let us also pray for those who have given their lives to the Lord. And let's realize that each one of us is meant to be also with the Lord, the vocation we have received in baptism. Vragen we onze moeder Maria dat zij ons helpt om Jezus te geloven, dus om niet alleen van naam katholiek te zijn, maar werkelijk leerlingen van de Heer te zijn. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.